Goedemorgen. Ik moet wat zachtjes praten, want Klaasje slaapt nog. En Diva ook. Maar het is 5:40 in de ochtend. Ik kan niet meer slapen, al vanaf 4:30 niet meer. Dus ik ga lekker hobbyen. Ik vertel later wel wat het is. Doei. Zo mooi hier. En zo vredig, zo lekker. Hallo, we staan hier op Toppark Hulsbeek in Oldenzaal. Een heel mooi camping. En het gevoel is hier fantastisch. Maar dat komt misschien ook door wat anders. Zoals jullie misschien wel weten, hebben wij zelf een ruilzaak. En we hebben de camper nu in 2 december gekocht. En we zijn er ook meteen in gaan wonen en dat was vooral de eerste hartstikke mooi. Eigenlijk al die 3 maanden is leuk geweest, toch? Ja. Ja. En toch iedere keer in je achterhoofd heb je natuurlijk dat je dus omzet mist, dat je mensen misschien moet ontslaan of dat je hele zaken misschien op fles gaat door de lockdown. En deze week kregen we dus te horen dat we weer afspraken mogen maken en de hele agenda loopt nou langzamerhand vol voor de komende week. En het is zo'n ongelofelijke opluchting. Ik wil dat gewoon even zeggen, want normaal lach je in de filmpjes en je hebt ook wel plezier, maar het is net of nou de, ja, moet ik zeggen, een laag smog wat boven je hangt in de lucht dat wegtrekt en de zon nu pas begint te schijnen. Het wordt vast een heel leuk weekend, we hebben er heel veel zin in. En ja, laat me komen dan die mooie dagen en laat het maar lekker druk worden. Ik hoop dat jullie allemaal een hele prettige tijd beleven na de lockdown en we zien elkaar later in het filmpje wel weer terug. Hoi! Ik zag zojuist een stukje van de camping. Ik kon niet zo heel veel laten zien, want er staan natuurlijk mensen en die hebben ook een recht op privacy. Maar het was in ieder geval een hele mooie boscamping zoals je hebt kunnen zien. Maar dat maakt deel uit van een veel groter geheel. Daarom heet het ook echt een toppark. En dat is het ook met de camping en met allerlei dingen erop en eraan. En dat zal ik jullie nu even laten zien door middel van een aantal doornbeelden. Ja. We hebben een klein beetje pech. Het is niet altijd feest, hè, zeggen ze. Nou, dat vandaag ook niet dus.
ik draai hem even om, dan kan ik laten zien de schotel op het dak van de camper. Hij ligt een beetje onnatuurlijk natuurlijk. Hè? Hij zit namelijk vast. Hij wil niet meer in de normale stand terug. En nu hebben we hem schuin voorover geklapt, omdat dat de enige stand is die hij kent. We hebben dinsdag een afspraak bij een dealer van Oyster. En dan hopen we dat hij weer klaar is. Jammer. De tussentijd kunnen we geen televisie kijken, dat is niet zo ramp. Maar als je gaat rijden, dan ben ik bang dat hij achterover klapt. Dus ik heb hem oer vastgedraaid. Vaster kan ik hem niet krijgen. Nou, zo zijn we met een gangetje van 80 kilometer hier naartoe gereden. Omdat we zijn in Oldenzaal niet al te ver van Rijssen af. Dus houden jullie op de hoogte. Dinsdag heb ik een afspraak. Aan het begin van deze video gaf ik aan dat ik heel vroeg ging hobbyen. Nou, hobbyen klinkt al heel spannend, maar dat is niet. Ze kon niet meer slapen toe. Nou, wat is dat nou voor hobby? Ik zal het je laten zien. Het komt niet goed uit in de camper, dat zie je zo wel. Ik doe even de deur open uit de camper. Kijk. Schilderen. Alleen is er dat, voordat we deze camper kochten, had ik een heel groot doek gekocht. En dat moet een keer beschilderd worden. En het is eigenlijk wel wat te groot voor de camper. Want ja, ik kan het doen, maar dan kan niemand er meer bij. Want deze kleine rakker. Hè? Dus ik ga hem afmaken. Maar dat zal denk ik niet hier lukken. Ik ga het wel even proberen. Klaasje moet naar de douche. Die is nog wel even bezig. En als hij klaar is, laat ik hem jullie zien. Ja. Maandagmorgen, even kijken hoe laat, 11:30. We zijn nu bij, waar was ik ook alweer? In Haga, Assenzeef. In Oldenzaal, Hulsbeek en Oldenzaal zijn we weg. We rijden richting Oud-Marsum. En ik denk dat we daar even gaan wandelen of iets dergelijks. En dan komen we vanmiddag aan bij Midassen in Rijssen, omdat we daar een afspraak hebben. Dat was het eigenlijk voor nou. Daar. Nu zijn we op de grens tussen Noordhoorn en Nederland. Ik weet niet waar precies, maar we rijden zo weer terug. Er is nog een supermarkt, een Duitse supermarkt op de grens. Daar gaan we nog even kijken. Het is gewoon wat anders. Maar we gaan eerst even lunchen. Klaas is al begonnen. En dan gaan we daarna weer verder. We zijn bijna nooit al samen aan het winkelen. We zijn nu op de grens in Duitsland. Het is net Duitsland of het is net Nederland, dat weet ik niet. Maar het voelt als Duitsland in ieder geval. Allemaal Duitse merken. En we zijn zo lang niet meer samen in de winkel geweest. Het voelt gewoon lekker. Gewoon apart. Nou jongens, hiermee is het filmpje aan het einde. Dat is voor ons een heel lekker, maar vooral rustig weekend. Dat hadden we ons ook voorgenomen. We zouden gaan wandelen vandaag nog in de buurt van het Massum, maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. Het staat zo lekker in de auto en het was achter het raam zo lekker warm dat we zeiden laten we gaan toeren. En zo hebben we nog zelfs een stukje Duitsland meegenomen, wat niet mag, maar ja, we waren er zonder dat we erger hadden.
En nadat we op de grens waren, hebben we dus gestopt bij een luxe, nee, bij een, hoe is zo'n ding? Een supermarkt, een Duitse supermarkt nog. Het voelde net vakantie. Het is heel, je hebt niet veel nodig om vakantie gevoel te hebben. We zijn zo lang opgesloten in ons eigen land dat dit al heel erg lekker voelde. En dan kopen we dingen die anders niet zo hebben gekocht, want we gaan samen nooit shoppen, maar dit keer is dat super leuk. Nou, we zijn nu bij Midas, morgen naar de, hoe heet die meneer? De meneer van die schotel. En dan gaan we kijken. Hou je op de hoogte. Dat zal volgende week wel worden. Ik wens jullie allemaal een fijne week en hopelijk tot de volgende week. Bedankt. Doei.